De vereniging van medici is niet eens met de uitspraken en de beweringen van dokter Humphrey Hasrat. Hij is hoofd van de medische dienst van het SZF. Gisteren heeft deze vereniging een persconferentie belegd en daar zijn ze ingegaan op de punten die Hasrat naar voren heeft gebracht tijdens een bekende programma op de radio. Wij waren aanwezig en hebben een kort verslag voor u gemaakt. Reeds langer dan 50 jaar behartigt de Vereniging van Medici de belangen van haar leden. En al net zo lang, zoals het statutair ook verplicht is, waakt de VMS over de kwaliteit van de zorg. We moeten deze helpen waarborgen en daar waar mogelijk ook verbeteren. Om die reden zal de VMS altijd aan de bel trekken als wij denken dat dat nodig is. De zorg in ons land heeft een hoog niveau kunnen halen, mede door de dagelijkse inzet van degelijk en hoogopgeleide artsen, specialisten, verpleegkundigen, paramedici, die ondanks alle negativiteit elke dag en nacht ook weer klaarstaan en proberen de beste zorg te leveren die mogelijk is. Het is daarom zeer kwalijk dat men van SZF-zijde bij monden van de heer Hasrat bezig is om zijn eigen door- en voor Suriname opgeleide medici in een kwaad daglicht te plaatsen. Als hoofd van de medische dienst van het SZF probeert deze man door middel van valse voorlichting de publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat men negatief gaat denken over artsen en met name de specialisten. Ook in het kader van Hoor en Wederhoor heeft onze redactie dokter Hasrat vanmorgen geïnterviewd. En hij is ook nader ingegaan op zijn beweringen. Er zijn onderzoekingen gedaan door een aantal deskundigen bij het SZF. En laat me u erbij zeggen, ik zelf zit helemaal niet bij het onderzoek. Een aantal gerenommeerde doktoren met een geweldige staat van dienst die dit land gediend hebben op het hoogste niveau als directeur van Volksgezondheid, onder andere ook. Die hebben onderzoek gedaan en die hebben de resultaten gepresenteerd. En in die resultaten komt duidelijk naar voren dat er oneigenlijke declaraties plaatsvinden. Dat er buitenproportionele bedragen worden gedeclareerd voor allerlei verrichtingen en andere zaken. En hoe dat dus nou precies juridisch getypeerd moet worden, dat laat ik over aan de juristen van het SZF om dat te formuleren en de desbetreffende partijen daarover aan te spreken. In deze betreft het NV's en stichtingen die een contract hebben met het SZF. En het SZF zal op juridisch advies verder stappen ondernemen. Ik heb daarbij verder niks te maken. We worden afgeschilderd als boeven, geldwolven en fraudeurs. Waarom doet meneer Hasrat dit? Is het om zodoende de huisartsen, specialisten en apothekers strakjes te vervangen door Spaans sprekende dokters en apothekers? Het zorghotel is aangekocht, terwijl vier andere ziekenhuizen creperen. En meneer Hasrat is ook voorzitter van de Stichting Riverview Medical Center Suriname, afgekort Stichting RMC Suur. Dit ziekenhuis zou een center of excellence moeten worden. Maar met voldoende spullen, equipment, disposables, zouden we nu ook al vier centers of excellence in Suriname kunnen hebben. Of wordt het Riverview Medical Center een ziekenhuis voor de haves en de andere vier ziekenhuizen voor de have-nots. Een van de doelen, want er is een stichting opgericht nogmaals met de heer Hasrat als voorzitter, is het aanwenden van alle wettige en geoorloofde middelen welke voor het gestelde doel noodzakelijk dan wel bevorderlijk zijn. Kennelijk is het schofferen, beschuldigen van specialisten ook geoorloofd. Suriname staat in de top 20 met het aantal ziekenhuisbedden per capita. Met nog meer ziekenhuizen zullen de kosten in de zorg
alleen maar verder toenemen. Immers, we werken hier met een lichtdagtarief. En ik kan u zeggen dat het staatsziekenfonds met zijn premieinkomsten van 38 miljoen op maandbasis nu elke maand 42 miljoen reeds tekort komt. Het probleem is dat verandering zo pijnlijk kan zijn, ja. Er moet verandering plaatsvinden en niet iedereen is happy met verandering. Het SZF dient zich te focussen op haar core business. Ze hebben niks te maken met het verstrekken van studiebeurzen. Dat moet het ministerie doen of moeten andere instanties doen. Ze hoeven geen medicijnen binnen te halen, dat doet de BGVS al. En ze hoeven vooral geen ziekenhuizen te openen. Eventjes tussen aanhalingstekens. We hebben er alle begrip voor dat bijvoorbeeld in Wanica er een ziekenhuis komt. Daar wonen 110.000 mensen in de buurt. Ik denk dat het een hele goede zaak is dat er een ziekenhuis komt. Maar hou er wel rekening mee dat de kosten van de zorg omhoog zullen gaan. Dus je moet misschien denken aan het sluiten van bedden elders. Kortom, de VMS kan gezien de gedane uitlatingen van het hoofd van de medische dienst de relatie met het staatsziekenfonds niet ongewijzigd voortzetten. Dat gaan we niet doen. Daarvoor is er te veel gebeurd en is er te veel beschadigd. Het zal heel veel moeite vergen om dit conflict op te lossen. Desalniettemin hopen we wel dat dit conflict opgelost kan worden. Een ander minpuntje, de heer Hazrat beroep zich in het artikel van vanochtend dat hij die uitspraken op persoonlijke titel heeft gedaan. Maar dat klopt niet. Want de uitspraken die hij heeft gedaan, dat zijn uitspraken die gebaseerd zijn op informatie waar hij over beschikt uit hoofde van zijn functie als hoofdmedische dienst. En hij had nooit deze gegevens op deze manier naar buiten mogen brengen. Bovendien heeft hij voor al de negatieve uitspraken die hij gedaan heeft over de medici gebruik gemaakt van een staatsmedium. Ik wil tenslotte nog het volgende mededelen. Geen enkele groep van zorgverleners dient door een overheidsinstantie of een functionaris in dienst van deze instantie publiekelijk op deze manier geschoffeerd en gecriminaliseerd te worden. Simpel en alleen omdat één of misschien meerdere zonen onder de zorgverleners bij het indienen van declaratie al dan niet over de schreef zouden zijn gegaan. Je kan daar niet een hele groep voor verantwoordelijk houden. Immers de kwaliteit van de dienstverlening, zeker onze werkzaamheden, is op geen enkele wijze in het gedrang. Het gaat hier kennelijk slechts om van de zijde van het staatsziekenfonds ontbrekende accountantscontrole, waarmee de vereniging van medici nog de zorgverleners iets te maken hebben. Ik kan u mededelen dat we onze ongenoegen ook kenbaar hebben gemaakt aan de Nationale Assemblée en aan de president. Mitaki dat hij in een andere disi naar bepaalde sma voor bepaalde, met gebruik aan Nederlands woord, sociale klasse, voor piek mopo. En sambewantaki, de sociale klasse, jude achtergesteld in een gemeenschap. Verstoten door Kalochtu. Ik heb uit een simpele arbeidersgezin en ik heb een paar mannen in de en ik pina pina mi paar mannen in de alle de watra een paar mannen in de en ik heb een paar mannen in de wereld. Ik heb een elitaire groep, een man die verdient 100 maal meer. Ik heb een paar mannen in de wereld. En een wani met asandat
konden treffen. En we selecteren positief. En we maken een selectie van dit op zo'n cijfer. Want alles wat ze halen pakket, alles wat ze halen S-pakket, kan studeren wie dat. Maar je loopt uit de 30 beste met de hoogste cijfers. En tegenwoordig, per is makkelijk. Nee, dan moest ik me kwalijk, tenminste dat arbeiders tjeno den nasani. Dan eigenlijk zei je wanneer dat voor een loting moest vinden plaats, eigenlijk. Of die tak, alles maar ze halen, is pakket, kan goed op medisch faculteit. Maar de smaak schreef, de takkie van, precies nog de, nog voor docent nog de, voor een probleem dat volgens jou kan lossen. Een maatschappij en een level playing field met takkie. Alle mannen kiezen als een occasie. Dat ik pina ik studeer, ik haal die pakket. En voor mijn verdeling in de maatschappij kon evenredig. Alles maar ze halen pakket, kan tron dat ra. En dat bewijst dat liever, want die zijn gewoon naar trakondere, die halen a schreef, de tron dat ra toe. Dus ja, in zijn naam, mij en dat smal at je op bronbakken gaan de, met dat je open looting, je haar 30, 40, 50, 100 plaatsen de, je haar looten, de 100 massa winnen dat ik kon. En geen pakket. Van wie de best geslaagde zijn. Want dat is een soort uitfiltering dat mij nog eens maatschappelijk, sociaal, mij nog eens aan filteren dat. Contact is iemand aan de straat en ik vind dat je apres pari, zijn kon naar IT9-bang, 320-potentie, 891-3040. Sorry mij.